Ik ben Charlene, de winnaar van vorig jaar van het jeugdlintje. Jij verdient het jeugdlintje omdat jij van oude telefoons er muziek op zet voor mensen met dementie. Jij verdient het jeugdlintje omdat je dacht aan de mensen in de coronatijd en klussen hielp in de kerk. Jij verdient het jeugdlintje omdat je al heel lang samen met vrijwilligers wonderfoons maakt voor oudere mensen. Hoi, ik ben Isabella. Ik ben voormalig kinderburgemeester van Harderwijk. Jij verdient het jeugdlintje omdat je een hele goede uitvinding hebt gedaan voor ouderen. Ouderen beleven hierdoor oude herinneringen opnieuw. Jij verdient het jeugdlintje omdat jij wonderfoons maakt voor mensen met dementie dat ze hun oude muziek kunnen luisteren. Jij verdient het jeugdlintje omdat je tijdens de coronacrisis er alles aan gedaan hebt om de kerkdiensten in goede banen te leiden.